Yo, dames en heren, mijn naam is Dorn en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Pokémon! Alright, cool. De vorige aflevering waren wij eigenlijk tegen de leider van Magma, Team Magma, battelen. We gingen tegen battelen. En we hadden verloren. Dus nu ga ik het nog een keer proberen. Want, fuck it. Ik denk dat het essentieel is om te doen. Ja, daar hebben we Groudon weer. Allemaal gezellig. En opeens gaat hij weg. Ah, dat hebben jullie allemaal kunnen zien in de vorige aflevering. Mocht je de vorige aflevering nog niet hebben gezien, check de link in de beschrijving. En dan is alles goed. Dan kom je daar naartoe. Blablabla, where have you gone? Maxi, ja, het is battle tijd. En nu zijn mijn Pokémon zijn in tip-top niveau. Die zijn allemaal full HP. Noem maar op. Laten wij gaan battelen. Maxi would like to battle and Mytenia. Oh ja, dat was die lastige in het begin. Dat klopt, ja. Oh shit, dan moet ik even een andere Pokémon hebben. Oké, wat is goed tegen Dark? Fuck it, veelzijdig. Ik ga jou inzetten. Ik denk dat dat wel een goede keuze is, om veelzijdig te laten beginnen. Had ik eigenlijk... Ik had er even niet goed over nagedacht, van wat hij ook weer als eerste zou doen. Maar ik wil gewoon Bolly wil ik houden. In het begin. Hier, fucking overheat op de moer. Zodat uiteindelijk als Bolly gewoon blijft leven, dan kan ik die gebruiken tegen... I don't know, vervelende Pokémon die eraan gaan komen. Maar Mytenia is nu one-shot en dat was in de vorige battle was dat niet zo. Dus nu kan ik zoveel mogelijk damage... Ja, hier, Camerupt. Ik ga gewoon zoveel mogelijk... Of nee, nee, ik moet nu wisselen. Ik moet nu wisselen. Het komt... Vanwege grondaanvallen die Camerupt kan doen. Waaronder dus... Earthquake. Earthquake was echt... De aanval die mij sloopte. De vorige keer. Dus als ik nu Surf eerder kan doen en ik dood hem... Dan is het volgens mij al GG. Of nee, Camerupt was helemaal het probleem niet. Het was de volgende Pokémon die een erg probleem zou zijn. Oerwoud is in ieder geval level 37. Dat is positief. Een Body Slam... Ik weet niet. Ik bedoel, oh my god. May cause flinching, may cause paralysis. Ja, stomp. Jij gaat er vandoor. Body slam, kom er maar bij. Welkom bij de groep. Stomp, helaas. Ik heb veel aan je gehad. Maar body slam is de shit van 2014. Crobat, dat was het inderdaad. En daar moest ik rollout tegen blijven gebruiken. Denk ik. Of nee, fuck it, ik surf er gewoon tegenaan. Aircutter, dat was die hele nare kutaanval die zo fucking goed was. En volgens mij heeft hij ook nog een hyper potion als het goed is. Hup, doe maar rollout. Wing attack zal niet zoveel doen. Oké, het deed alsnog 35. Wat bijzonder veel is. Oh, aircutter, blijf leven alsjeblieft. Fucking shot. I fucking lost. Ik heb gewoon nu alweer verloren. Oké. Drolly. You're up. Doe je ding. Doe wat je kan. Ah nee, nee, ik had Yawn moeten gebruiken. Fucking balls. Oh nee, de Confuse Ray. Oh, kut. Oh, kut. Alsjeblieft, kan ik Yawn de volgende beurt nog doen? You fucking hurt itself. Fucking confusion. Hier, Yawn, alsjeblieft, werk. Alsjeblieft, werk. Waarom is Crobat zo fucking sterk? Ik begrijp het nog steeds niet. Yes, de Yawn komt door. Gelukkig maar. I made him drowsy. Oh, wing attack. En hopen dat hij geen, hoe heet dit, gaat gebruiken. Hyper potions of what the shit dan ook. Shockwave. Damage. Oh yes, oké. Nu valt hij in slaap. En dan kan ik nog een shockwave doen als het goed is. Mogen ik mezelf niet raken door confusion. Een super potion. Dat is 50 HP. Dus dat valt mee. Want ik doe meer damage met shockwave. Niet jezelf raken. Fuck you, Drolly. Fuck you. Hij is nog steeds in slaap. Dat is goed. Snapped out of confusion. Yes! Alsjeblieft nog één beurt blijven slapen, Crobat. Eén beurt. Niet wakker worden. Geen aircutter doen. Weer een super potion? What the shit, ouwe? Fuck off.
Maar hij slaapt nog steeds, dus dat is positief. Maar alsnog, ik kan hem niet doodkrijgen. Als hij zo blijft doorgaan, wel te verstaan. Hij is nog steeds in slaap. Oké, nu moet hij doodgaan. Come on. Come on. Come on. Yes, hij is nog steeds in slaap. We hebben gewonnen. We hebben gewonnen. Fucking hell. Oké, dit ging even stukken makkelijker. Ik ben zo blij dat die yawn doorkwam. Holy shit. Fucking yawn heeft mijn leven gered. Fucking Drolly, help dat je er bent. What makes you so adept at handling Pokémon? 3120 Dooku. There has to be some reason why Groudon fled. That's what you're trying to say, aren't you? Humph. You think I didn't know that? With Groudon gone, there's no longer need for this blasted volcano. I'm going after Groudon, so this is where you part. Okie dokie. Oh shit, ik ben nog steeds in een hideout. Wacht, wat is daar links? Kan ik daar komen? Wat de? Serieus? Oh. Een escape rope. Ja, maar ik denk niet dat ik die nodig zal hebben, eerlijk gezegd. Ofwel. Daarnaast, ik kan ook gewoon teleport gebruiken. Ook al ben ik dan echt kei ver weg van alles. Maakt niet uit. Maar nu kan ik volgens mij weer terug naar... de Team Aqua hideout. Denk ik hoor. Ik zit even te denken. En... Oh, nee. Oh. Hier is de uitgang in ieder geval. Maar ik moet even denken. Want ik zit erover na te denken om terug naar de Team Aqua hideout te gaan. Maar ik weet niet of dat de juiste call is om te doen. Maar dan... I don't know. Oké, ik ga denk toch maar... ik ga de keuze maken. Ik ga gewoon een gok nemen. Man... Teleport. Can't use that here. Fuck it, dan gebruik ik die escape rope wel. Escape rope. En misschien ben ik echt heel dicht bij het einde, maar fuck it. Ik gebruik anders toch geen escape ropes. Moet ik hem wel zien te vinden. Dank u wel. Use. Floink. Waar ben ik dan? Oh, gewoon buiten. Oké. Man, het is tijd voor jou om te teleporteren. Teleport. Want to the Lily Cove. Nee, fuck it. Ik vlieg wel gewoon. What the shit. Hier moest ik namelijk naartoe. Ja. Toch? Ik zit te denken. Moest ik hier naartoe? Ik heb het gevoel van wel. Laat ik eerst maar even mijn Pokémon healen. Zo. Would you like to rest? Yes, bla 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 bla. Hartstikke mooi. Oké, dat is in ieder geval gebeurd. Met Team Aqua in het vooruitzicht ga ik eigenlijk Drolly wil ik voor aanzetten. En Bolly heeft zijn ding gedaan. De XP share ga ik afnemen. Die ga ik een kleurtje geven. Zag ik ook in de reacties. En dat leek me eigenlijk best wel een goed plan. En Oerwoud geef ik de Miracle Seed. Ja. En dan is het voorlopig zo even in orde. Kleur of... Mijn Kadabra ga ik eigenlijk niet meer verder levelen. Omdat het eigenlijk niet mogelijk is om hem te evolueren. Want daarvoor moet ik ruilen. En daar ga ik de moeite niet voor nemen. Ik heb een verkeerde afslag genomen. Oké, dan ga ik nu in ieder geval naar de Team Aqua hideout. En ik denk dat dat de goede stap is. Want dan kan ik in ieder geval vertellen aan Team Aqua. Van yo, Team Magma's hideout is die kant op. Tentacruel die even in de weg zit. Oh, een Wingull. Ja, nee, dat kan ook. Kaa, ik ben een meeuw. Een grote meeuw. Oké, fuck die meeuw. Geen zin in meeuw, want die kunnen alleen maar confuse race. En vervelend zitten doen. Yo, bitches. What do you want with Team Aqua? Really? Mag ik echt er serieus niet doorheen? Slateport City. Oh, dan moet ik dus naar Slateport City. Wacht, kan ik ook gewoon... YOLO, fuck it. Kan ik ook gewoon als ik hier zit vliegen? Slateport. Oh, come on. Can't use that here. Okie dokie. Waarschijnlijk omdat ik in de grot zit. Prima, dan ga ik wel even aan land staan als je zo wilt spelen. Bluh.
Okay, Slateport City, that is Fortree, that is Marville, Slateport. Gaan we. Okay. Waar is de baas van... Okay, blijkbaar is hier iets gaande. Captain Stern, yes indeed, we intend to move ahead with our exploration. That's wonderful, Captain Stern, thank you for taking the time. Bada bada ba, bada 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 ba. Okie dokie. What's up? Captain Stern, woo. That was my first time to be filmed for TV. That was nerve-wracking. Oh, Don, you're looking great. Okie dokie. We made a huge discovery on our last seafloor exploration. We found an underwater cavern on Route 128. We think it's habitat of a Pokémon that's said to be very long extinct. Ah. Ja, inderdaad. Team Aqua komt even daar vervelend doen. It was from the harbor. The submarine, they're trying to take it. Oh. Fuck off, bitches. Archie, oh, not you again. We're tenacious. You are tenacious. Or will you follow us back to our hideout in Lilico City? Wahahaha. Okay, blijkbaar moet ik dus naar Lilico City. Toch? Ja, oké. Okay. Gaan we doen, want de baas die is daar nu naartoe. Hup, dan gaan we weer terugvliegen, joh. Alsof ik niks beters te doen heb, maar... Thank God dat ik Fly heb. Stel, ik had geen Pokémon met Fly, dan had ik echt alles fucking handmatig moeten doen. Maar elke keer er naartoe reizen, lopend en shit. Oh god, de struggle. Maar nu kunnen we in ieder geval gewoon vliegen daar naartoe. Is dyed a deep blue, used surf. Brr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 r
Jij daar, laten we battelen. Ajiyiyi, suspicious character spotted. Oké. Okay. Dun 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 dun. Team Aqua Grunt would like to battle. En Puccini. Waarom hebben ze allemaal die fucking Pokémon? Ik zweer het je. Ze hebben allemaal Puccinia's en shit. Fuck off, ouwe. Eén waardeloze poep Pokémon. Kan alleen maar bijten en shit. Oprotten. Weg ermee. Bah. Shoo. Oprotten hond. Grrr. I lost it. Goh. Hoe zou dat nou kunnen? Misschien moet u wat meer variatie. Qua. Ik kan mijn fiets hier niet gebruiken. Oké. Waar moet ik naartoe? Hier. Oh, dat ziet er belovend uit. Oké. Wat? Zijn het teleport dingetjes? Oh god, are you kidding me? Dit gaat een eeuwigheid duren. Wacht. Deze chick zal vast willen battelen. Haha, ontweken. Nee, oké, we doen de battle wel. Dan hebben we dat in ieder geval wel gehad. En dan hoeven we niet echt constant op te passen. En te ontwijken. Nee, fuck die shit. We gaan gewoon battelen en we winnen. En uiteindelijk zullen we dan misschien een... Oh kut, ik heb geen escape ropes meer. Maar dan zal ik uiteindelijk waarschijnlijk gewoon even terug moeten gaan. Een Carvanha, dat is aqua en water geloof ik. Dus ik probeer gewoon shockwave misschien dat te werken. Of aqua, water. Water en dark bedoel ik. Hey, super effective. Wat een toeval. Nee, waarschijnlijk als ik dan met die ene eindbaas ga battelen, dat ik misschien dan dood ga. Dan moet ik alles weer opnieuw doen, maar hey. Kan het altijd proberen. Tijd voor een duel battle. Eens even kijken. Wie heb ik als tweede kleurtje? Weet je wat? Laten we eens Oerwoud daar gaan neerzetten. Laten we even Oerwoud lekker tot zijn recht komen. Hier, neem een duel battle. If you want to know the secret about our hideout, you have me to beat. Hey, you there. Why do you think... Oh, wacht. Which do you think is cooler? Teams Magma of Team U? Gewoon de uniformen van de twee teams. I don't care. Ik vind rood vind ik best wel vet. Maar deze blauw is ook best wel gruwelijk. Dus, Oké, eigenlijk kies ik dan voor deze blauw. Ja. Oké, we gaan... Drolly, jij gaat Shockwave op hem doen. Jij gaat... Bodies... Razor Leaf. Is prima. Hier, neem damage.
not very effective op Zubat. En best wel veel op Puccinia. Tam! En nu is Zubat dood. Toink, super effective, want het is elektriciteit. En Drolly is een keigoede Pokémon. Oké, volgende. Een Carvanha. Interessant. Scary Face. Oh nee. Oké, Shockwave en Razor Leaf. Prima. Prima. Hier, neem damage. Boink, super effective. En Puccinia is ook dood. En de volgende, die krijgt dan een Shockwave op zijn dak. Als het goed is, als de mechanics werken zoals behorend. Komt er maar een Zubat. Nou, die is gelijk one-shot. Een ongelukkige Zubat. Alsof ik alles had voorspeld. Helaas niet. Maar dat had wel leuk geweest al had ik het voorspeld. Hier, neem damage en experience. I can't win at all. I lost in a cool way. Zeker weten, jonge dame. Zeker weten. Our hydrate secret? Well, let's just say there's a submarine at the far end. But by now... Kekekekeke. Ja, ik wist dat jullie die submarine hadden, omdat jullie gewoon die letterlijk voor mijn neus gingen stelen. Oké, ik ga hem hier onderbreken. Wacht, echt zo. Boe. Aha, I grew weary of waiting. You owe me a battle too. Hoe bedoel je... Toe. Wie zegt dat ik die andere heb gebattled? Misschien heb ik wel gewoon een potje kaarten met hun gespeeld. Dat weet jij niet. Maar oké, blijkbaar doet hij zo. Ik ben echt zo blij voor Shockwave. Shockwave is echt zo verschrikkelijk goed. Die gaat echt gewoon... Shockwave gaat me echt door deze fucking... quote-unquote dungeon heen carryen. Het is echt fucking geweldig. Maar, oké, hoe heet die blauwe legendarische Pokémon ook weer? Want die rode is Groudon. Die blauwe is... Hell, I don't know. Dat weet ik gewoon niet, omdat ik Pokémon nog niet zo daadwerkelijk lang speel. Oké, wacht, moest ik die nemen? Nee, ik kwam via die trap. Volgens mij maakt het eerlijk gezegd helemaal niet uit welke je neemt, weet je dat? Oké, nu ben ik hier. Een nestbal? Wat? Oké. Waar is een nestbal goed voor? Ball that works better on weaker Pokémon. Hoe bedoel je weaker? Ja. A rare ball made in commemoration of some events. Weet je wat? Het zal wel. Nee, weet je waar ik blij mee ben? Dus bij die, bijvoorbeeld die Team Magma hideout, waren er constant Pokémon die me aanvielen. En dat is hier gewoon niet. En dat is echt super gunstig. Daar ben ik wel zeer te spreken over. Volgende battle, kom maar op. Fuel supply loaded, A-OK. In-crew snacks loaded, A-OK. Nothing left to do but KO a pesky meddler. Bring it. Ik zeg gewoon, bring it. Maak je woorden waar. Nee, je hebt de Zubat. Je hebt zojuist al verloren. Je hebt de battle gewoon nu al verloren. Hier, Shockwave. You fucking lost. Je hebt alles gewoon verloren. Gewoon... A-OK, battle is gewoon weg. Dank u wel voor het meedoen. Ja. Hartstikke mooi, dank u wel. I took a serious licking. Oké. Ja, inderdaad. Humph, this was supposed to happen. My mission was just to hold up. Oké. Is goed. Oh! Holy pokeballs, Batman! Daar wil ik wel graag naartoe. Oeh, weer een dual battle. Maar al te graag. Komt u maar. Warp panels, the hideout's pride and joy. You're clueless about where you are, aren't you? Nee. Fluster and tire out the enemy, then lower the boom. That's our plan. When I joined Team Aqua, the first thing I had to learn was how these warp panels connected. Oké. Zal vast wel een of andere hogere, hoe noem ik dat? Een hogere
wetenschappelijke verklaring voor zou zijn. Dat was het, hè. Drolly, Shockwave, Razorleaf en we hebben zojuist de battle gewonnen. Tenminste, als hij Carvanha one-shot daarentegen met deze aanval. Ik had Giga Drain kunnen doen, maar dat wilde ik niet. Super effective, whatever. Giga Drain vind ik gewoon te goed wat dat betreft. Maar al bekijk je het zo, kijk. Stel die laatste gast, die boss van Team Aqua. Die heeft dus ook water Pokémon of Zubats of wat dan ook, of Carvanha's. Dan heb ik dus Drolly met zijn Shockwave en Oerwoud met Giga Drain. Met dus ook nog een Miracle Seed. Miracle Seed versterkt de grasaanvallen. Gewoon, ik heb de battle al gewonnen. Ik hoef het al geen eens te doen. In theorie heb ik al gewonnen. I was too occupied thinking about the panel, zei die gast. Dat zal het zijn. Nou. Oh, my. Oh, hij heeft me bijna gezien, maar hij heeft me toch niet gezien. Dat gaan we wel doen in de volgende aflevering. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke video, dan mag je dat uiteraard belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik jou heel graag terug bij de volgende Pokémon. Tot de volgende keer.